Ze hadden net een huisje gekocht met een tuintje. En dat ziekenhuis, het Elisabeth ziekenhuis waar hij lag, keek zo op die straat. Mm-hmm. Moet je dus voorstellen dat je daar ligt, dat je 100% verlamd bent, dat je niks kunt. Mm-hmm. Niks. En dat je dan wel steeds je vrouw met de kindjes, met die dikke buik, zo ziet zwaaien. Ja. En toen kwam hij na, zeg, 1,5 jaar thuis. En toen liep ik daar natuurlijk opeens zo'n levendig peutertje. Dus de hechting tussen mijn vader en mij was nooit helemaal compleet. En toen heb ik hem wel eens gezegd, wij zijn helemaal niet goed begonnen. Hoe oud was je toen? 26. 26. Ja, ik had een beetje papa issue. Papa issue? Ja, ik had een beetje zo dat je hoopt dat er iemand komt die je gaat redden. Ja. Maar die komt niet. Ja. Maar je had nog steeds verwachtingen van hem dus? Niet van hem, maar van alle andere mannen in mijn leven. Dat dacht ik, je zoekt dan naar de man die... Ik denk dat dat een vader-issue was. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dat gaat me niks opleveren. Dan moet ik vooraf. Dus hij lag op bed of zo? Zeg maar, hij zat op een stoel? Nee. Ik heb hem echt naar Amsterdam laten komen met mijn moeder. Ja? Wat mij ontroerde onmiddellijk, is dat hij helemaal open stond. Hij zat daar heel rustig met zijn stok. Ik zeg, ik moet wat vertellen. Ik hou van u. Hmm. En toen begon hij hard te huilen, joh. Hij begon te huilen? Ja, dat was wel mooi. Toen zei hij, ik voor jou. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we met elkaar zo aan het praten waren. Hij keek je in je ogen. Ja, het was een heel mooi moment. Het duurde 5 minuten. Ja. En het was een levensverschil. Ja. Want daarna was het wel goed. Ja, want hij, je zei ook dat hij onbedaarlijk begon te huilen. Hij begon te huilen. Wat voor tranen waren dat, denk je? Nou, als je kwetsbaar opstelt... En je zit met z'n tweeën in het nu... En het wordt zoiets essentieels gezegd door je kind... waar je altijd... Ja, dat kind. Drukke kind. En nou is ze nog beroemd ook. Mm-hmm. Heel trots bleek hij daarop te zijn. Ja. Dat kwam ik ook later achter. Maar dat hij, ja, dan als zo'n moment is zo echt, zo nu... Ja. En ik kan het iedereen aanbevelen. Op een gegeven moment moet je gewoon... ouders zijn belangrijk, weet je wel. Dat is waar je vandaan komt. En we maken allemaal, weet je wel... Niemand komt ongeschonden uit een jeugd. Maar je kunt er wel... je kunt daar wel met elkaar naar kijken. En dan, dan kan je verder. Ja. Je zei net even in een bijzinnetje van... hij was toch kennelijk wel trots op mij. Ja, toen hij dood was. Ja, dat wist jij niet. Daarvoor wist je dat niet. Nee, weet je, toen hij dood was, moesten we natuurlijk allemaal spullen opruimen. Het was een portemonnee niks, noemde hij altijd. Hij kreeg altijd dan van mijn moeder wat geld. Portemonnee niks. Ja. En daar zat, echt waar, de allerlelijkste. De allereerste foto van de Dolly. Het zag er ook niet meer uit. Ja. En toen zei zo'n verpleegster of zo'n verzorger daar... ja, dat liet hij altijd zien. Ik zeg, dat meen je niet. Het was echt zo'n foto van 20 jaar oud of zo, nog ouder. Dat was heel leuk. Ja. Dat vond ik ook heel leuk. Ik dacht, och, ouwe schat. Maar tegelijkertijd ook ergens weer van... iedereen die artistiek bezig is, weet dat als je iets maakt... dan hoop je natuurlijk ook op een compliment. Nou, mijn moeder was wel van keeping up appearances. En dan wou ik mijn kind... Kind, zou je dat wel doen? Ik ben best wild en ik doe alles waar ik zin in heb. Ja. Zou je dat nou wel doen? Ja, mam, ik heb maar één leven, dat doe ik. Maar dan denk je misschien ook aan wat je moeder ervan zou vinden. Of ze trots zou zijn als je dat doet. Of dat je denkt van, nou, dit vindt ze misschien... Ik heb vroeger dat programma Seks met Angela gedaan. Ja, ik weet... Maakte zich zorgen over. Waarom? Want dat werd op een gegeven moment kamervragen. Het was toen al, elke scheet werd een donderslag. Kamervragen of dat zo'n programma wel om 7 uur op de nationale omroep. Nou, toen het programma er eenmaal was, was mijn moeder ook de eerste om te zeggen... het is wel een goed programma. Oh. Eigenlijk had ik dat vroeger ook wel gewild. Oh. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Achteraf kan je zeggen, misschien was ik toch wel stiekem een project. Maar... Wat bedoel je daarmee? Een project. Dus alles... Mijn moeder kon prachtig zingen. Ja? Maar die mocht dat niet. Ik kwam uit een hele muzikale familie. Iedereen mocht lessen, maar zij moest schoonmaken. Ah, wacht even. Dit is interessant. Dus ja, vond ik ook. Ja, nee, dus alle ontberingen die zij had... of als dingen die zij niet kon doen, laat ik het zo misschien zeggen. Misschien wel, ja.
door de omstandigheden. Jij dacht misschien, ik moet niet alleen voor mezelf leven, maar ik moet ook voor mijn moeder leven. Ik heb dat nooit gedacht, maar achteraf dacht ik, misschien deed ik het wel voor haar.